gaan lekker voor een balkjesles. Hij vindt het een beetje spannend allemaal. Dat ja. Hij hoeft niet groot, hij hoeft niet te rekken. Hij moet eerst gewoon rustig in balans. Zo, ja. Ja, nou, rechtsaf. Ja, nou, die kleur hebben we al 5 keer gehad, maar nou is die spannend. Dat we weer uit onze comfortzone zijn gehaald. En we hebben ook een soort plan gemaakt met wanneer we gaan beginnen met springen met Nacho. Hey, Fee. Goedemorgen allemaal. Ik dacht dat het alweer eens leuk was om jullie mee te nemen tijdens een echte ochtendroutine. Goedemorgen, Natch. Ik wil hem over een week of misschien 2 weken nog wel iets uitgebreider doen. Om dan echt een dagroutine op te nemen. Omdat ze natuurlijk bij ons, terwijl ik dit opneem, over een week de verbouwingen gaan starten. En dan wil ik daarna ook graag een ochtendroutine of een dagroutine opnemen om te kijken wat nou eigenlijk de verschillen zullen zijn. Nadat ik de kippen losgelaten heb en eten heb gegeven, geef ik de paarden natuurlijk ook allemaal hun eten. Zoals jullie waarschijnlijk zelf ook door hebben gehad, is het de afgelopen week aan het vriezen. Overdag valt het mee, blijft het meestal wel tussen de 0 en de 4 graden. Maar zeker 's nachts zit het een beetje tussen de 0 en de min 5 graden. Dat zorgt ervoor dat mijn netten bevriezen. Die in de inloopstal valt nog wel mee. Maar zeker die van de slow feeder die buiten staat, daar bevriest dus het net van. En dan kunnen de paarden dus eigenlijk niet meer echt eruit eten. Dus wat ik vaak doe is dat ik dan 's nachts de netten eruit haal en dan 's ochtends ze dus weer terugplaats. Maar als het net er dus niet op zit, dan zorgt dat er wel voor dat er heel veel hooi buiten de slowfeeders komt te liggen, omdat de paarden er nogal graag in graven. Ik probeer wel vaak dit hooi weer terug te gooien, maar ze gaan er ook wel vaak overheen plassen. Dus dan moet ik het helaas weggooien. Dus ook daar ben ik erg blij mee als we het straks helemaal anders kunnen gaan doen. Eigenlijk doe ik nooit in de ochtend ook het hooi voeren. Dat is wel mijn planning om straks te gaan doen. Maar normaal gesproken doe ik het altijd in de avond. Alleen ik zou deze avond niet thuis slapen. En als ik beide slowfeeders echt tot aan de top vul, dan kunnen ze hier 24 uur mee doen. Dus dan kan ik prima nu het hooi vullen en dan pas de volgende dag als ik einde van de middag bijvoorbeeld thuis ben, opnieuw het hooi vullen. En hoef ik het niet per se nog 's avonds te doen. Ik had mijn schoonvader gevraagd of hij dan de paarden hun ruwvoermix en Nacho en Suske hun krachtvoer wilde geven. En Noek zou dan de volgende dag de paarden hun ontbijt geven. Dus ook dat ging ik klaarmaken. Nee, schatje. Nou, de paarden krijgen nog steeds hun Florianvoer. Nacho die krijgt 1 schepje muesli, 1/2 schepje Fimi Plus en 2 schepjes oerbrok. Ik zeg het eventjes in schepjes, maar eigenlijk hoorde het natuurlijk in grammen te zijn. Maar dat heb ik gewoon 1 keer afgewogen. En dat weet ik dus nu niet meer uit mijn hoofd. Marley krijgt 1/2 schepje Fimi Plus. En ook Ax krijgt hetzelfde als Marley. En Suske die krijgt 1 heel schepje muesli en ook 1/2 schepje Fimi Plus erbij. En dan wordt natuurlijk alles aangevuld met de ruwvoermixen. En omdat ik dus 's avonds niet zelf kon gaan voeren, maakte ik ook gelijk het avondeten klaar. Dat is een hele emmer gevuld met ruwvoermixen. Die wordt dus over alle 4 de paarden verdeeld. En 1 hele schep van de oerbrok. En die wordt dus over Nacho en Suske verdeeld. De wortels die Marley laatst bij zijn springwedstrijd had gewonnen, die verdeel ik over mijn paarden. En de wortels met de slechte plekken geef ik vaak aan de kippen. Want die kunnen daar erg vakkundig omheen eten. Goedemorgen. Wat zitten jullie hier allebei lekker? De katjes die chillen zoals altijd op de zweetdekens die ik niet per se meer hoef te gebruiken op de menwagen. Hoi schatje. En voor mij was het tijd om van huis te gaan om Sjoerd op te gaan halen van Schiphol. Een mega drukke planning op de planning. Ik ga zo eerst even Sjoerd ophalen van Schiphol, want die komt eindelijk weer thuis. En dan rijden wij door naar Zeeland. Dat gaan jullie vanzelf zien. En waarschijnlijk heb je het al aan de titel en misschien ook zelfs de thumbnail al gezien waar we heen gaan. Maar dat ga ik jullie straks allemaal vertellen. Gisteren heb ik een balkjesles met Nacho gehad bij Wesley. Ik vind het belangrijk om dit met hem te gaan doen voordat we gaan springen. Ik denk namelijk dat hij daar veel baat bij gaat hebben. Sowieso om veel rond
balken te zijn. Door omheen te gaan, maar ook eroverheen te gaan. Korte wendingen te draaien. Daar gaat hij ook veel baat bij hebben in de dressuur. En ik vind het wel fijn om dat onder leiding van Wesley te doen. Want die kent hem natuurlijk ook goed, aangezien hij daar 2 maanden in training heeft gestaan. Deze les is grotendeels gefilmd door Carmen. Dus veel plezier met het kijken daarvan. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het vriest buiten, dus het is erg koud. Ik ben met Nachi en met Car. Hallo. En we zijn op een locatie. Nou ja, waarschijnlijk zie je het al lang aan de titel, de thumbnail en zo. Maar die Nacho heel erg goed kent. Want we zijn natuurlijk bij Wesley op stal. En hij heeft hier in training gestaan. Dus het is heel grappig om hem hier weer uit te laden. Net als de dag dat we hem gingen uitladen toen ik hem net gekocht had. En wij gaan lekker voor een balkjesles. Hij vindt het een beetje spannend allemaal. Want er zitten hier natuurlijk achter die 2 zwijntjes die lopen daar. En die maken natuurlijk ook een hoop geluid en zo. Die vond hij altijd al spannend. Dus we gaan hem even snel. Het zadeltje zit er al op. Hallo, wat zijn we aan het doen? En dan moet ik even wachten, want Wesley was nog even jong paard in de bak aan het trainen. Dus hij zou me even bellen als ik erin kon gaan. Maar ik moet natuurlijk nog even hoofdstel omdoen en mezelf even omkleden en zo. Hij is ongeduldig. Ja, hij vindt sowieso aan de trainer staan niet zo heel erg leuk. Daarom doe ik hem tegenwoordig thuis opzadelen. Want met een paard constant aan het draaien is zijn zadel opdoen echt vreselijk. Hé? Knappertje? Nou, we gaan even hem verder optuigen. Ja. En dan probeer je gewoon zoveel mogelijk te werken aan dat je dus in de bocht dezelfde stap kan houden als er op het rechte eind. Oké, soms kan het zijn dat je ietsje terug moet, maar probeer of die in ieder geval naar voren blijft denken. En dan probeer je aan 2 teugels te draaien. Oké, daar zie je al iets, dat als je dus begint te sturen, dan begint hij al ietsje na te denken. Dus probeer, of jij misschien wel, probeer om de stap te bewaren en dan te draaien. En als je mist, is niet erg. Doe je het een keer daarna beter. Ja. Zo, ja. Goed. Dan probeer je gewoon die stap te bewaren. 1, 2, 1, 2. Zo stap je rustig door. En als de stelling nog niet eens zo heel belangrijk is, die maar gewoon draait. Goed, zo en doorstappen. Braaf. Die is beter. Denk dat je het gewoon met 2 handen moet sturen, toch? Ja. En dan kom je zo van links af gewoon. Als je 7 voorbij stapt, doe je hetzelfde. Kijk, en dan probeer je dat in het begin, vooral tussen die balkjes, echt een beetje zo met 2 teugels te doen. Kijk, uiteindelijk, iedereen roept altijd wel, je moet met 2 teugels sturen, dat is ook zo. Maar soms moet je ook gewoon met links een keertje de richting aangeven, hoef je niet zoveel te doen. Ja. Maar als je dat nu doet aan 1 teugel, dan loopt hij gauw een beetje met de buitenkant helemaal de andere kant op. Ja. Zo, dus gewoon voor een beetje als een boterbocht om, goed, die dat eerst wil volgen. Braaf. Zo, en probeer als het lukt op die middenlijn, dat hij dan niet naar 1 kant toe blijft denken. Dus dat je echt even hebt, ik draai daar bij B en hij stapt gewoon rechtuit naar 1, net zolang totdat ik zeg, we gaan rechtsaf. Kijk, op een gegeven moment zal hij het een beetje weten. Nu ook, probeer hem tussen je benen rechtuit te houden. Rechtuit, ja, rechtuit. Precies. Ja, en dan het laatste stukje iets draaien. Ja. Dus probeer echt dat hij wacht totdat jij zegt, we gaan links of rechtsaf. Zo, ja. Maar dan is het dus niet echt een slangenvolt, dan is het gewoon oversteken, ja. Ja. Precies, oké. Okay. Als je officieel een slangenvolt rijdt, dan zit er een boogje in. Maar daar even. Maar wat je dus krijgt, kijk, als je, dat, als je verder bent en je kan straks die bogen iets mooier afronden. Maar nu rondt hij ze ook zelf eigenlijk een beetje af in het lichaam. Mm-hmm. Dus uiteindelijk mag je voor een slangenvolt mag je wel iets eerder draaien. Alleen, je moet hem natuurlijk ook niet zo hebben dat hij hier al begint met denken. Want dat heeft er ook niks mee te maken. Dat je boel iets afrondt en de ronding erin houdt is wat anders. Maar ja. Goed zo, ja. Juist. En nou draaien. Ja, ja, daar. Want nou moet hij dus door dat rechte, om dat rechterbeen. En dan zegt hij, oh, dat vind ik daar een beetje eng. Mm-hmm. Maar ik denk gewoon dat hij dat rechterbeen minder leuk vindt. Doe 1 keer andersom nog, want die andere gaat eigenlijk wel goed. En het doel is meer hiervan dat hij dus op jou wacht en zegt, wil je dat ik links of wil je dat ik rechtsaf ga? Snap je? Ja, ja. Dus los van om die slangenvolt goed uit te voeren, puur even gehoorzaamheid, dat hij op jou blijft wachten van wat gaan we doen. Zo, ja.
Mag ik gerust nog een keer deze kant op pakken, zo. En dan met je rechterbeen een beetje eraan. Oh, wil je deze kant op? Ja, doe maar een keer. Braaf. Doe hem gewoon zo nog een keer opnieuw. Doe gewoon rechts afwenden en weer terug. Dat we dit bochtje even iets mooier maken. Ja, hij vindt Carmen een beetje eng daar. Ja, en wat er dus nou gebeurt als je dus een beetje met dat been wil komen, wil hij een beetje aandraven. Dus probeer hem zo ontspannen te houden. Dat is ook een beetje lastig, maar zo ontspannen te houden dat je de rust erin houdt. Maar toch, en misschien op deze bocht nu, ietsjes eerder toch gaan voorbereiden. Dus je kan nu al heel licht proberen misschien die rechterkant ietsjes holler te maken. Heel voorzichtig, heel klein beetje. Ja, en dan voor je binnenbeen, binnenbeen. Braaf, braaf. Ja, een beetje afwerken. Goed zo. Slangenvolten of iets? Ja, doe maar. En dan even in een tempo waarin het voor jou makkelijk is om te draaien. Goed zo, want daar zie je dus dat je nog een beetje uit de bocht. Zou ik iets langzamer gaan? Goed zo, en dat hetzelfde proberen te houden. Zo, ja. Goed zo. Prima. Zo, ja. Want hij zwaait er nog iets. Stuur nou maar zo'n beetje in. Nu sturen, rustig. En stoppen met sturen. Rechtuit lopen, juist. Nu stuur je weer naar rechts. Goed, goed, goed. Is dat rechterbochtje al veel mooier? En stoppen met sturen. En weer om. En zo proberen of je hem zo snel mogelijk een beetje alleen kunt laten. Goed. Dat hij ook leert om met jou mee te denken. Goed zo. Braaf. Goed. Braaf. Zo, goed. Ja. Goed. Ga je de lange zijde een keer een pasje naar voren. Hoeft niet te veel, maar gewoon dat hij wat reageert. Zo, ja. Goed. Goed. En weer rustig een beetje terug laten komen. Braaf. In de hoop dat hij daar straks weer beter van wordt en dan wel je ding doet. Anders loop je een beetje met een kip zonder kop en kan. Goed zo, gewoon een verbinding. Braaf, draai je door naar rechts. Draaien, draaien, draaien. En hulp staken, gewoon rechtuit. Braaf. Goed zo. Nou, eerst zo eens een beetje draaien. Let op, je gaat recht op de deur, dus je begint al op tijd te stellen. Rij nu al maar vast een beetje naar rechts voor jouw idee. Goed zo. Braaf. En deze. Geef niks, gewoon hierheen. En linksaf. Goed zo. En scherpe bochtjes. Ja, ze zijn wat scherp. Kom je daar, doe je hetzelfde. Van die kant naar deze kant. Daarom zei ik ook niet te hard. En het hoeft ook niet perfect. Maar als hij maar een job heeft dat hij een beetje met de gedachten bij jou is. Ja. Braaf. Goed zo. Goed zo. Probeer hem wat te begeleiden. Geef hem vast aan dat hij niet naar de deur hoeft, maar naar links mag. Dat geeft vertrouwen. Dus kijkt hij op die deur. Had je iets mooier wel voor kunnen bereiden. Ja. Geef maar houd dan een beetje vast. Zo, ja. Ja, is niet erg. Goed, kom je zo weer terug van de andere kant. Oké, nou ga je dus een beetje focus opleggen. Dat je zorgt dat hij op het middelste stukje een beetje recht blijft. Hoeft niet te lukken, hè? Maar je kan proberen het na te streven. Ja, draaien en nu recht. Dat hij ook na kan denken van zijn voeten. Want zit hij nog half, daar zit hij dus nog half een beetje in buiging. Goed zo, weer recht. Ja, hij begint het zelf ook al meer te snappen dat als ik vraag om te buigen, dat hij dan ook... Ja, dit was goed. Ja. Daar had hij ook tijd om zijn benen op te tillen. Goed, zo naar links en recht proberen te maken. Geef hem vast aan zo, ik wil naar rechts. Je hoeft niet naar de deur. Ja, perfect. En weer die kant op. Goed, en recht. Dit is goed. Zo, ja. Doe het zo nog één keer weer. Doe je even één ronde stappen. Daarna. Goed zo, blijf dicht bij hem. Kleine hulpen, dicht bij elkaar. Goed. Dat is niet erg. Goed zo. Probeer zelf niet de balk op te zoeken. Dus probeer alleen te rijden. Nou hoef je geen afstand te rijden. Gewoon draven. Braaf. Zo, ja. Nee. Je kan beter hem goed in balans houden. Dan heb je meer kans op een goed... Die is goed. Goed zo. Ietsje naar links, maar dat maakt niet uit. Goed zo. Recht houden. Gewoon de draf goed rijden. Gewoon denk aan die slangenvolten. Oké, even een rondje stap. De eerste paar keer net ging je zelf een beetje dat je dacht, oh, iets naar voren om dat balkje te halen. Althans, zo ziet het eruit. Misschien denk je dat allemaal wel niet. Bedenk ik dat jij dat denkt. Maar probeer gewoon die draf goed te houden. Want als je dat bochtje, als je focust op de goede draf en het goede bochtje, heb je verreweg de meeste kans dat deze ook lukt. En wat er nu nog soms een beetje gebeurd is, dan wil hij wel voorwaarts, maar dan blijft hij bijvoorbeeld een beetje zo gebogen. Dan komt hij hier en dan komt hij net dit stukje. Ja. Dus probeer straks erop te letten dat je zo snel mogelijk, als dat gaat, recht bent. Met zoveel tussen twee teugels, dat hij zo er naartoe kan. Dat hij recht achter zijn lijf is, want dan kan hij het ook afrekken. Ja. En ik vind toch bepaalde dingen met hem een beetje gek, vond ik toen al. Die deur kan hij op kijken. Hij kan kijken op iets heel geks. Maar al die kleurtjes, wat hij echt ook niet dagelijks doet, heeft hij vanaf dag 1 nog nooit naar gekeken. Nee. Nee, dus ik dacht al, dat wordt leuk voor een in de cross. Kijk die straks nergens naar een hindernis en dan alles wat aan de zijkant staat. Kijk die naar een vlag, ja, aan de zijkant.
Heb je al iets met hem gedaan van een boomstammetje of zo? Nee, echt helemaal niks. Nee. Ik durf het echt nog niet. Buiten maar hij ging wel zo het water in met die fotoshoot, toch? Nou, dat was ook heel even een beetje moeite hoor. Maar ging wel sneller dan ik had verwacht. Ja, maar ja, goed, al zou hij daar een kwartier over doen of 20 minuten. Er zijn genoeg paarden die daar een half uur over doen hoor, de eerste keer. En er zijn er ook genoeg die het nooit gaan doen. Ja, dat is absoluut. Ja, ik had natuurlijk al Marley die dan al in het midden stond. Dus dat ja, oké. Okay, maar... Nee, maar ik wilde gewoon eigenlijk wel wachten op mijn springzadel. Ja, dat is ook beter. En op. Goed zo. Hou gewoon verbinding. Ja, de draf hetzelfde houden. Dat ja. Hij hoeft niet groot, hij hoeft niet te rekken. Hij moet eerst gewoon rustig in balans. Nu ga je dat lijntje doen, daar rechtuit. Blijf dicht bij hem. En dan ga je eerder insturen straks de bocht naar de blauwe. Dat je dus geen last hebt van die blazen daar. Zo ja. Dat is natuurlijk gewoon niet naar rechts laten vallen. Goed zo. Hou verbinding. Buig hem links. Draai maar in. Gewoon slimmer zijn. Draai maar in. Blijf dicht bij hem. Zo ja. Hou verbinding. Rechtsaf draaien. Goed zo. Doorrijden, recht maken en weer links afdraaien. Die is braaf, goed. Links afdraaien, draai maar in. Gewoon bezig zijn. Goed zo. Niet erop ingaan. Zo, ja. Braaf. Nou, rechtsaf. Ja, nou, die kleur hebben we al 5 keer gehad, maar nou is hij spannend. Ga maar gewoon door. Hij moet gewoon met zijn gedachten bij jou zijn. Ga je door het midden. Blijf dichtbij hem. En zorg dat je de eerste paar keer gewoon erbij bent met je hand en je been. Goed zo. Goed zo. Ja, goed zo. Recht uithouden. Verbinding. Niet losse teugeltjes. Juist. Goed zo. Braaf. Kijken naar het midden. Je blijft op het paarse vlakje. Paars. Goed zo. Paars houden. Paars. Zo, ja. Goed zo, braaf. Goed zo. Dan ga je straks dat halve voltetje een beetje goed voorbereiden. Goed zo. En draaien. 1, 2, recht. Goed zo. En draaien. 1, 2, recht. Goed zo. Goed zo. Hier al op tijd buigen. Rechts buigen. Rechts, 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 rechts. Braaf. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Op tijd zijn voor die blazen. Rechts, rechts. Zo ja. Leuk rondje bedacht, kan hem zelf niet onthouden. Al recht, goed. Prima, even stap. Zo ja, en dan hoef je dus geen extra spanning op te bouwen. Maar wel proberen dat je zorgt dat... Want als hij daar namelijk van schrikt of in de stress... dan gaat hij ook in één keer weer hinneken naar een ander paard of raden. Dus dat probeer je gewoon te voorkomen. Toen hij dat hier de eerste paar keer deed, als hij zich iets groter maakte... dan zei hij nou toe eens, hé. Hey. En dan gaf je benen en dan ging je door. Ja. Maar nu heb je een paar keer voelen bokken dat je denkt... oh, dit kan hij dus ook doen. Ja, precies. Nou, daar zit je natuurlijk niet echt op te wachten. Nee. Alleen, je hebt minder kans... dat hij bokt als jij gewoon, en je moet ook niet overdrijven... maar zeg maar een soort van de leiding neemt en zegt... nou, jongen, gewoon doorlopen, klaar. Ja. Als dat jij gaat proberen om een beetje op hem te zitten... oké, nou moet ik even rustig afwachten totdat dit moment voorbij is. Zo ziet het er dan uit. Ja. Dit gaat zo wel weer over, denk je dan. Maar als je dan een beetje pech hebt, komen die momenten af en toe... en hij gaat dus toch interpreteren dat als hij dat doet... laat jij de druk is niet goed, de aanspanning los... Hmm. En je moet juist proberen om daarin verder te gaan. Dat je eigenlijk tegen hem zegt, ik weet niet waar jij druk om maakt... maar volgens mij is er niks spannends. Ja. Dat je een beetje leiding neemt. En dan voorkomen dat hij zo bij die deur... Juist. En dan liever 100 keer een keer te vaak voorkomen... dat ik eigenlijk straks moet zeggen, nou, je kan nu wel een keer ontspannen. Ja. Als dat... Juist, want nou is er niks aan de hand. En dan probeer je alles met kleine hulpen te doen, maar wel duidelijk te zijn. Niet jezelf weg laten drukken. En als je het dan spannend vindt, desnoods maak je maar een kleinere volt. Als je daar meer controle op hebt. Ja, goed. Goed zo. En dan hoef je niet gelijk direct langs die deur. Als het... Heel veel mensen denken, ja, maar als ik dat nou niet ga doen, kom ik er nooit meer langs. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Juist, gewoon zo. Goed. Even kijken, en dan moest ik? Linksaf. Linksaf. Zo, ja. En dan moet je dus langs die deur buigen links. Buigen links. Goed zo. Je hoeft er niet langs. Dat idee moet je... Braaf. En dan ga je rechts. Pak je hier die blauwe, zwarte. Zo, ja. Goed. Goed zo. En dan ga je links. Gewoon een beetje, dat ja. En dan ga je rechts zitten. Goed zo. En dan draai je jezelf een beetje mee naar rechts, want je wil rechtsaf. Mag gerust. Goed zo. Goed zo, blijf maar draaien. En recht. Perfect. Draai je links. En probeer van been te wisselen voor de bocht. Goed zo. Nu rustig van been wisselen. Juist, want die bocht heb je echt werk genoeg om hem mooi te richten. Goed zo.
Ja, dan probeer je straks, maak je één grote volte. En dan begin je eerst eens met, als je goed in de galop zit, om eens te kijken of je zo een beetje dicht aan de rand van deze balken langs kunt blijven. Dat je een soort van volte krijgt op dit gedeelte. Mm-hmm. Dat je, of je die bocht eens kunt halen. Mm-hmm. En dan kijk je gewoon eens hoe het voelt. En je doet gewoon twee handen zacht naar rechts. En als je wat naar buiten loopt, leg je buitenbeen aan. Druk je achter je binnenhand. Goed. 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 Nou rij je de volte door. En dan galoppeer je daar op dat stuk aan. Het is maar minder perfect, maar het moet ook een beetje effectief zijn. Ga makkelijk zitten, zoveel mogelijk. Naar rechts draaien. Blijf dicht bij je zadel. Naar rechts draaien. Die balk houdt hem wel naar buiten. Binnenbeen. 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 Ja, braaf. En dan probeer je het ritme te bewaren van je galop. En waar zijn hoofd is, maakt me helemaal niks uit. Goed, dat hij een beetje bit ook aan wil nemen. Want hij moet niet het bit te veel uitspugen de hele tijd. Want dan heb je niks in je hand. Dat is wel lekker af en toe, maar als hij nog soms spooky is, is dat niet fijn. Goed, goed, goed. En dan probeer je hem naar je hand toe te galopperen. Braaf. Hou hem daar maar stabiel. Goed, goed. Dan ga je zo meteen na C terug naar draf. Doorgalopperen. Neem je rustig de tijd. Ga maar terug naar draf. Goed zo, en dan pak je het paarse balkje en het oranje balkje in draf. En dan galoppeer je na het oranje balkje weer aan. Goed zo, gewoon blijven draaien. Goed zo, geef niks. Draaien en weer rustig aan galopperen. Goed, goed. Je zat eigenlijk goed, maar toen zette je hulp niet helemaal door. Prima. Doe je één volte in galop. Begon ook echt precies op zijn moeilijke kant. Ja, dat maakt niks uit, want als het op de makkelijke kant makkelijker gaat, dan kun je misschien zelf wel mee redden. Maar dit kan heel erg helpen. Want eigenlijk springt hij dus op dit moment rechtsom gewoon best wel makkelijk aan. Alleen hij moet leren om wat resoluter aan te springen. Ja. Dus hij neemt een aanloopje. En omdat jij natuurlijk hier dat aanloopje krijgt, is het vrij logisch dat je hier overheen komt en dan gaat hij het aanloopje nemen, dat hij een beetje die kant op loopt. Ja, precies. En dan kom je dus niet meer in de rechte galop. Ja. Daarom moet je eigenlijk zien dat het in dit stukje gebeurt. Ja. Het is dat paaltje gebruiken, want dan is hij daar en dan weg. Precies. En ik denk, zoals ik hem van toen ken, dat hij daar heel veel gemak van heeft. Ja. Want waarom? Hij krijgt soms, hij wil het heel graag goed doen, maar soms snapt hij het dan of werkt zijn lichaam niet helemaal mee. Mm-hmm. En als hij hem dan eenmaal hebt, want dat zie je heel duidelijk, hij probeert echt om in de rechte galop te komen. Mm-hmm. En, maar dan denkt hij eigenlijk hier een beetje zo van, oh ja, nee, niet gelukt. En dan proberen we weer opnieuw. Ja. En hij moet ook leren dat hij denkt, oké, ik ga gewoon eens rechts. Ik denk dat ze dat bedoelt. Ik ga op eerst rechts aan. Ja. En ja, ik vind dat heel fijn op een gegeven moment met, het lukt ook niet met elk paard. Maar zoals ik nu mijn jonge paarden heb, als ik van de week in Brummen ben en als ik dan door de B rij, en dat is dan nog maar B. Hoe makkelijk die dan links en rechts afdraaien, gewoon zonder dat ik daar druk, door dit simpele werk. Ja. Dat ze gewoon ideaal. Ik vind dat heel prettig. Ja. Dat ik niet in het parcours straks nog eraan moet zuilen, dat ze naar links rennen of naar rechts. Nou, dat vind ik ook belangrijk. Ja, en dat kan prima dat voor een jong paard. Ja, dat is al het halve werk, zeg maar. Ja, en dat wil niet zeggen dat je dit gelijk ook, want dat doen dus veel mensen, die slaan dit stukje over en die beginnen eraan te trekken als daar straks een kruisje of een steltje staat. Ja. En dan ben je te laat. Ja, precies. Maar bijvoorbeeld kan het ook zo zijn, misschien zeg je, ja, zover kom ik niet, whatever. Maar ik heb het bijvoorbeeld wel nodig, als ik hier zou galopperen en ik moet een direct op tijd rijden, zou het wel lekker zijn als ik denk, ik kan hiervoor langs blijven. Ja. En ik maak dan dit bochtje hier zo mooi krap. Ja. Als ik dan in de ontspanning 2 meter korter kan draaien, ben ik net zo snel als iemand die met 100 km/h de bocht doorkomt en 5 meter verder rijdt. Ja. Als ik eerlijk ben, kijk ik niet extreem positief terug naar deze les. En dat komt meer omdat Nacho, ook al toen hij bij Wesley stond, maar nu ook wel weer heel erg bezig was met de deuren. Wesley heeft 2 van de hele grote deuren. Eentje richting de stallen en eentje richting buiten. En dat kent hij allemaal gewoon. Maar als er dan net iets te veel prikkels zijn, wat daarachter gebeurt, dus een bladblazer, een paard die daar loopt, zakken voer die worden getild, et cetera, dan kan hij daar heel erg op gaan reageren. En bij Nacho heeft het gewoon geen zin om hem dan te gaan pushen bijvoorbeeld, van nou kom op hup er langs, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dus je moet eigenlijk zijn aandacht ervan af gaan halen en ook zorgen dat hij niet rechtstreeks zo in die deur kijkt. Dus altijd met een bepaalde stelling en buiging dan er langs gaat rijden. Dan gaat het op zich wel goed, maar dan ben je dus de complete les in stap, draf, galop, lange teugel, korte teugel, alles. Moet je eraan herinneren, oh ik kan niet zomaar langs die deur, want dan gaat hij dus oprecht gewoon weer opnieuw. Ook al is hij er net alweer 10 keer goed langs gegaan. Als ik dan soort van zelf niet oplet en je gaat de 11e keer er langs, dan doet hij het gewoon weer nog een keer. Dus best wel een groot deel van de les zijn we daarmee bezig geweest, wat ik wel jammer vond. Ook aan het einde met het galop aanspringen ging het niet heel goed. En we hebben op zich overal wel verklaringen voor, hoor. En
En daarom bedoel ik meer dat ik er niet heel positief op terugkijk. Omdat eigenlijk, weet je, het moraal van het verhaal is dat we weer uit onze comfortzone zijn gehaald. We hebben afgelopen maanden ons gefocust op elkaar weer vertrouwen. Natuurlijk ook veel met de dressuur bezig geweest, waardoor dat heel erg goed gaat. En nu ga je weer wat nieuws doen. En dan zie je dat het natuurlijk nog niet in één keer lukt, wat heel logisch is. Maar dan stap je toch met een ander gevoel af dan bijvoorbeeld het gevoel wat ik had bij mijn oefendressuurwedstrijd van laatst. Want dat ging heel erg goed. Het was een soort van een kroon op het harde werk wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Nu begin je weer aan iets nieuws wat dan niet gelijk goed gaat. Wat nogmaals heel erg logisch is. En dat vind je dan toch jammer dat dat dan niet gelijk goed gaat. Dus een stukje relativeren gelijk natuurlijk. Want ik heb heel erg veel zin om dat dan de volgende keer te gaan doen. Wat het ook een beetje naar was hoe het afsloot. Dat Nurture weer op mijn voet stond. Echt, je wordt zo moe van hoe slecht hij kan stilstaan als hij ergens aan vaststaat. Of dat nou aan die muur was bij de rijvereniging. Of aan de trailer. Hij is te veel met alles om hem heen bezig. En dan blijft hij maar draaien. Ja, bij de rijvereniging stond hij toen op mijn rechtervoet. Jullie hebben mijn kreupel zien lopen toen. En dat ook nog zien gebeuren. Want ik had op camera staan. En nu stond hij dus op mijn linkervoet. Dus daar liep ik daarna ook weer kreupel op. Dus toen liep ik op 2 voeten kreupel. Nou, gelukkig niet zoveel aan de hand. Maar natuurlijk niet heel erg fijn. Dus dan heb je al niet de beste les ooit gereden. En dan staat hij ook nog eens op je voet. Dus dan ben je eigenlijk gewoon een beetje klaar met die dag. Ik had het zo in de groepsgesprek met die meiden gezegd. En Suus die had het wel mooi verwoord. Ik kan het wel nu nogmaals hier vertellen. Maar zij zei dat wel mooi. Joh, dat komt echt vanzelf. Hij is nog zo jong en heeft nog zo weinig gezien. Alle prikkels komen nog extra bij hem binnen. En hij leert vanzelf dingen te filteren en beter te focussen. Komt echt wel. Het klinkt inderdaad alsof jullie goed uit jullie comfortzone zijn gehaald. En misschien voor je gevoel dan even een stapje terug. Maar om straks sowieso weer 3 stappen vooruit te gaan. En dat had Wesley ook gezegd. Het kan zijn dat je dus nu vond dat het minder goed gaat. Maar als je bewijs van deze oefening morgen thuis gaat doen, dat het dan in één keer wel lukt. Dus daar houden we ons dan natuurlijk gewoon aan vast. Ik heb zin in de volgende keer. Ik weet nog niet zo goed wanneer dat is. Omdat ze natuurlijk over 2 weken hier beginnen met de bouw. Dan ga ik de paarden eventjes verhuizen naar Mireille toe. Dus kan zijn dat ik pas over een maand weer naar Wesley terug ga. En we hebben ook een soort plan gemaakt met wanneer we gaan beginnen met springen met Nacho. Zolang ik dat namelijk bij Wesley doe, ben ik niet afhankelijk van een eigen springzadel. Omdat Wesley natuurlijk zelf springzadels heeft die gewoon op elk paard passen. Ik heb begin februari ergens afspraak bij Country Mill om dus mijn eigen nieuwe dressuurzadel op te halen. En gelijk een springzadel voor hem aan te meten. Maar de kans is natuurlijk aanwezig dat het dan net zoals met mijn dressuurzadel ook weer een paar maanden duurt. Voordat deze dan binnen is. Maar ik had het er met Wesley over, want ik wil eigenlijk heel graag dat iemand anders eerst op Nacho gaat rijden, gaat springen voordat ik het doe. Omdat ik een klein beetje bang ben dat ik het misschien verpest. Of omdat ik misschien te bang ben. Hè, hij kan nog wel eens een bokje geven in de galop als hij het moeilijk vindt. En ik zou het gewoon heel vervelend vinden als ik voor het eerst met hem over een hindernis heen ga. En hij daarna een vreugdebokje geeft. Of misschien een bok uit onbalans of wat dan ook. En dat ik daar gelijk weer bang van word. En dat we dan weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Dus ik heb eigenlijk liever dat iemand met heel veel vertrouwen en heel veel ervaring de eerste paar keer met hem gaat springen. En misschien zelfs al parcoursen gaat springen en zo. Voordat ik er eventueel op ga. Dus ik had het met Wesley erover. Nou, ik zou het fijn vinden als jij dat misschien wil gaan doen. En dat wil hij zeker doen. Maar we zijn er wel over uit dat het belangrijk is om eerst dit balkjeswerk helemaal goed onder de knie te hebben. Want hij zei ook, als jij en Nacho dit goed kunnen, dan ga je daar zoveel profijt van hebben als je op een gegeven moment gaat springen. Hoeveel mensen beginnen wel niet gelijk met springen en dat het heel erg ongecontroleerd is. Of dat het paard de hindernis eng vindt, dat ze er sky high overheen gaan. Dat ze gaan weigeren, links langs willen, er rechts langs willen. En als je eigenlijk dit balkjeswerk al super goed onder controle hebt. Dus er zit heel goed stuur, gas, rem op. En dat ze snappen dat ze over de balken heen moeten. En zelfs misschien al een beetje op de balk gaan aantrekken. Dan ga je daar heel veel profijt in hebben als je voor het eerst met hem gaat springen. Dus ik heb het eigenlijk een beetje aan Wesley overgelaten. Jij geeft aan wanneer jij denkt dat Nacho er klaar voor is. En dan mag jij lekker met hem gaan springen. Dus wanneer dat is, of dat nou over een maand al is of pas over 4 maanden. Dat moeten we natuurlijk gaan zien. Maar goed, dan weten jullie een beetje wat de planning is met Nacho qua springen. Ik ga snel rijden, want ik wil nog heel even langs de autowasstraat gaan voordat ik door naar Schiphol rijd. Hey! Hey, oh, dat is gewoon een auto. Hey, Faye! Wow, oh, mijn privacy.
Ik wist niet dat dit gaande was. Het is toch niet handig als mensen aan alle deze kanten die deur open hebben. Gewoon niet als ze het aan niet kunnen parkeren. Oké, okay, let's go, 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 go. Mooi, schoon is de auto, hè? Ja, hij ruikt helemaal naar nieuwe... Nou, niet echt een nieuwe auto. Hij ruikt vooral naar luchtverfrissing.